Ja, Erik Valkenburg, spits van Willem II. Hoe frustrerend was het om vanavond spits van Willem II te zijn? Nou, dat was niet frustrerend hoor. Ik geniet elke wedstrijd. Deze wedstrijd was wat moeilijker dan andere. Ik vond Utrecht niet fantastisch, maar ze maakten meer aanspraak op de overwinning. En ik denk dat ze verdiend hebben gewonnen. En wij hebben te weinig op de mat gebracht om echt aanspraak te kunnen maken op punten. Was FC Utrecht vanavond te pakken? Ze begonnen denk ik vrij sterk, maar vielen na rustig ook behoorlijk ver terug. Ja. Nou ja, je weet 1-0 achter en dan kan er van alles nog gebeuren. Maar wat ik zeg, we hebben te weinig kracht getoond om echt gevaarlijk te worden. Een paar momentjes misschien, maar te weinig uitspeelde kansen. En, wat ik zeg, ik vond Utrecht beter, dus dan houdt het helaas op vandaag. Utrecht beter of jullie waren vanavond niet goed genoeg? Een beetje een combinatie van beide. Ik vond ons ook niet ons niveau halen van de laatste week. En Utrecht was een stukje beter. Al waren ze niet op hun best, vond ik. Dus ik ben met je eens dat er misschien meer in zat. Ja, nou goed, je zei, het is niet frustrerend om Zwitser Willem II te zijn. Ik geniet altijd van het voetballen. Maar vanavond heb je niet heel veel bruikbare ballen gehad, hè? Nou ja, wat ik zei, dat was een lastige wedstrijd vandaag. En die zitten er ook tussen. Ik denk dat we een hele leuke fase hebben gehad afgelopen week. En we moeten dus nu zorgen dat we dat goede gevoel weer terugkrijgen. Want daar komen nog een paar belangrijke potjes aan. We willen graag die 9e plek weer terugveroveren. Dus daar moeten we hard aan werken. Ja, vanavond speel je met Frans Hol in de spits. Obiulare was geblesseerd. De ene week is het Frans Hol, de andere week is het Obiulare. Is dat lastig voor jou? Want het zijn toch twee totaal verschillende spitsen natuurlijk waarmee je samenspeelt. Nou nee, want elke wedstrijd is weer een andere wedstrijd tegen een andere tegenstander met een ander systeem. Dus wij proberen elke week te kijken waar kunnen wij gevaarlijk worden. We kijken naar ons eigen spel, maar ook naar het spel van de tegenstander. En elke wedstrijd gaan we weer opnieuw kijken hoe we het beste de tegenstander kunnen bestrijden. Dus het is sowieso elke wedstrijd weer anders. Dus daar heb ik niet zo moeite mee. Oké, nou dan de vraag die denk ik onvermijdelijk is na het nieuws van deze week. Jouw contract loopt af. Willem II heeft aangegeven dat ze nog even wat bedenktijd nodig hebben. Er werd gezegd dat jij ook wat bedenktijd nodig had. Wat kun je ons daarover zeggen? Nou ja, dat klopt wel. We hebben gewoon besloten om eventjes zo door te gaan en te kijken wat er gebeurt. Goed, we zijn nog in gesprek, maar aan de andere kant, kijk, er zijn twee opties. Of ik blijf bij de club, ik heb het hartstikke naar mijn zin. Of ik ga kijken of ik een keer nog een stap naar het buitenland kan maken. Dat lijkt me ook altijd wel heel leuk. Dus één van die twee gaat het worden. En ik ben er nog niet uit wat ik wil. En wat je zegt, Willem II ook niet. Dus we houden het even zo. Is dat met name de kwestie, het buitenland of Willem II? Ja, dat is wel de kwestie. Ik heb altijd wel, voetbal 10 jaar in Nederland nu. Ik heb het super naar mijn zin bij Willem II. Dus het is of blijven, maar dat moet van beide kanten natuurlijk willen. Of iets anders. Ja, en als ik nu aan jou vraag, na de zomer Willem II, ja of nee? Wat is dan het antwoord? Dat zou ik echt niet weten. Echt niet op dit moment. Ik heb het super naar mijn zin. Ik heb nu een leuke periode achter de rug. Ik wil gewoon zorgen dat we die 9e plek kunnen bemachtigen met het team. Wat ik zeg, ik heb twee dromen. En de ene droom is in het buitenland nog een keer voetballen. Dus ik moet er goed over nadenken. Wat ik wil. Ja, tot slot. Woensdag alweer ADO natuurlijk. Is dat lekker? Zo kort na nederlaag dat gevoel dan alweer kunnen wegspoelen? Ja, dat vind ik wel lekker. Eerlijk gezegd is het wel fijn dat we nu weer twee wedstrijden kort op elkaar hebben. En dan kunnen we eventjes vanavond even wegzetten en gewoon weer omhoog kijken. Vermoeidheid slaat nog niet toe in de laatste fase van het seizoen? Nee, dat vind ik wel meevallen. Oké, dankjewel.